Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto. Dit is de voetbalpodcast Kick-off van De Telegraaf. Met chefvoetbal Valentijn Driessen, Ajax-volger Mike Verwij en Pim CD. Ja, zijn we dan weer met een nieuwe kick-off. Hè? Ja, eenzaam hier, hè? Ja, want Mike, ja, er was een misverstandje met de communicatie. Want jij zei regel Marcel. Nou, ik zeg vraag Marcel. Vraag Marcel, waarop ik dacht, dat is Honsensdijk voor ik vraag Marcel. Maar jij bedoelde maar jij zat dat bij ik dat hem, moest want doen. Jullie waren samen op de redactie. Ja, maar we hadden natuurlijk druk met andere dingen. Hè. We waren natuurlijk bezig met dat hele Mislintat verhaal. Jij ook? Nou, zijdelings. Ik had er eigenlijk niet zoveel mee te maken. Maar ik heb het wel meegekregen. Maar we hebben dus geen Marcel. En we hebben dus geen... Nee, ik had er inderdaad geen kloten mee te maken. We hebben geen Jeroen Kapteins, want die heeft wegens de bond van het vloeken een spreekverbod gekregen. Ja. Maar wel Mike van mij. Het prinsje hangt wel aan de lijn, toch? Ja. Mike? Ja, ik ben er, Pim. Ik ben de koffiekamer van het crematorium in Driehuis even uitgelopen. Ja, de podcast voor alles natuurlijk. Nee, de crematie van mijn oom is net achter de rug. Dus ik... tussen de bedrijven door kon ik toch nog even via de telefoon aanschuiven in de podcast. Was dit de oom die les heeft gegeven aan Henk Spaan? Ja, zeker, zeker. Okay. En we liepen net weg en... Toen kwam Henk Spaan langs. Nee, die is niet geweest, Maar wat een ondankbaarheid van Henk. Ik kreeg een lijstje met uitspraken van hem, verwijtjes. En ik moet zeggen, ik zal ze niet in deze podcast... Charlatan, wel... hè? Meester oplichter. Ja, dat zei hij tegen de legendarische nummer 14. Nee, even voor de goede orde. Dit zijn heb ik dit niet al eens gezegd? Ja. Mijn oom was dit. Maar er staat één hele grappige tussen. Wat als de dokter zegt dat je nou geen bier meer mag drinken? Ja, dan neem ik een andere, zei maar, ja, dat is verwijen. Was het ook verwijt? Nee, dat is zeker niet. Ja, het is een broer van mijn vader die is overleden. Oh, nou, in ieder geval gecondoleerd. Ja, ik heb er een beetje een glimlach bij, want het is ook in beeld. Maar dat vind ik omdat het zo bijzonder is dat Mike, ondanks het feit dat hij een uitvaart heeft, gewoon toch nog bij deze podcast aanwezig is. En Paramaribo, Curaçao, bij een uitvaart. En dan in de auto, van de week zat hij in de auto. Ja. Dat was helemaal niet te horen. Knap als je zo geconcentreerd kan luisteren en vertellen. En tegelijkertijd op de weg letten. Ja. Maar het heeft een reden, Mike. Ja. Vertel. Ja, het was al de bedoeling dat ik zou aanschuiven. Maar zeker na het verschijnen van dat filmpje vanochtend en alle misverstanden die er zijn. Ja, dan kun je niet duiken. Dan moet je niet in een podcast opdraven. Dan moet je gewoon gaan zitten. Natuurlijk. Nou, voor de duidelijkheid. Ik ben net bij Ajax geweest. Hè? Wat zeg jij? Ik ben net bij Ajax geweest. Ja. Bij de persconferentie van het schip. Ja, jij vroeg er ook nog even naar. Dat komt allemaal aan bod. Even voor de duidelijkheid. Jeroen Holtrop, verslaggever van de videoredactie. En Marius Mauritsen, senior cameraman. Hè? Toch wel. Ook mee grote evenementen gedaan. Die zijn naar Duitsland gegaan. WK in Brazilië. Ja. Hele goede herinnering. Ja. Aan hem of aan dat WK in Brazilië? Aan de Copacabana. Ja, aan alle twee wel. Want het was natuurlijk genieten met Van Gaal 5 weken lang. Ja. En ook met Marius. Echt een vakman. Zeker weten. Zeker maar ik moet zeggen, hij heeft vandaag eindelijk weer zijn bijnaam eer aan gedaan. Zijn bijnaam is Bommetje. Nou ja, vanochtend weet je wel waarom volgens mij. Van Marius Maurits? Ja, als bommetje? Hij een filmpje maakt, dan ontploft er een bommetje. Oh, mooi zeg. Hey. Zo, wat Jaap de Groot al zei, daar gaat het de wereld over natuurlijk. Hè? Met grote impact. Nee. Maar het grappige vind ik dat Jeroen en Marius eigenlijk zo correct zijn. Kijk, zij zijn naar Duitsland gegaan. Ik dacht echt van, nou, wat gaan ze doen? Dat wordt natuurlijk helemaal niks. Alleen ze worden nu op social media een beetje om de oren geslagen. Ja. Omdat ze eigenlijk heel correct zijn geweest. Mislintat wilde niet dat zijn huis gefilmd werd. Kwam naar de openbare weg. En dat huis en Mislintat zijn heel correct niet in beeld gebracht. Maar nu wordt er op social media de indruk gewekt alsof het heimelijk is opgenomen. Ja, en zij liepen daar met een hele grote bekende blauwe plopkap met de thee erop. Dus het is niet zo dat het stiekem is opgenomen. Nee. Ze hebben gewoon hem vragen gesteld en daar wilde hij aanvankelijk geen antwoord op geven. En ja, uiteindelijk toch wel een paar korte antwoorden. Nog even zijn straatje schoonvegen, 0,0 zelfreflectie tonen. Dus dat is hem allemaal gelukt.
Maar het is niet zo dat ze stiekem hebben opgenomen. Nou, wat ook goed is om te vermelden is dat, dat ze natuurlijk wel interviewverzoeken hebben gedaan en zo via WhatsApp en hem proberen hebben te benaderen. En Bissintat heeft gezegd dat hij er geen behoefte aan had. Hij had daarvoor geloof ik alleen een interview voor Duitse Sky of iets gegeven waar hij eigenlijk niet kritisch ondervraagd werd. Dus er was zeker reden om hem te interviewen. Maar ja, Bissintat... Het werd geen uitgebreid interview, want hij liet wel eigenlijk vanaf de eerste vragen weten dat hij niet gesteld was op vragen. Nee. Dat ja, mag ook toch, in principe? Dat mag wel, maar ik vind het wel onverstandig. Het zou juist heel goed zijn als hij zijn verhaal uit de doek zou doen. Het is een absoluut niet plausibel verhaal. Want er valt nauwelijks iets te rechtvaardigen van wat hij heeft gedaan bij Ajax. Dus dat is een heel moeilijk verhaal. Misschien dat hij daarom overal wel nee op zegt. Maar ja, het zou toch wel goed zijn. Zeker had het goed geweest van KPMG als ze hem hadden gevraagd. Ja, dat blijft toch heel opmerkelijk. Rapport. Want er is natuurlijk een groot rapport geweest naar mogelijke malversaties rondom Mislintat en spelers die hij heeft aangetrokken. Aan de aanleiding van die Sosa natuurlijk. Met die zaakwaarnemer deal. Of die wissel, kort voordat die transfer werd gedaan. Maar Mislintat zelf en ook Pier Eringa, voorzitter van de Raad van Commissarissen, die zijn niet bevraagd. Nee, dat zijn toch twee hoofdrolspelers. Ja. Dus ja, dan zou je zeggen, die moet je bevragen. En als je de hoofdrolspelers niet te spreken krijgt en je gaat alleen maar af van verklaringen van derden of informatie van derden. Weliswaar ook een paar mensen binnen Ajax die hun informatie hebben afgestaan. Ja, dan kan je niet spreken van een afgerond rapport, lijkt mij. Nee. Mike, zo'n rapport is, Pim, dat je ook... Weet je, dit is heel erg... De uitkomst van de opdrachtgever. De uitkomst die de opdrachtgever, namelijk de RVC van Ajax, heel graag wilde. Want er werd wel heel voorzichtig omgesprongen met de commissarissen van Ajax. Ik weet niet of ik die namen ooit wel een keer heb genoemd in deze podcast. Nee, Kees van Oevelen, Georgette Sleek en Annette Mosman. Maar dat was natuurlijk ook het bijzondere. Dat Alex Kroes, op het moment dat hij instapte, werd gevraagd, onderteken dit rapport, omarm dit rapport. Dus, en toen zei Alex Kroes terecht van ja, dan wil ik dat rapport wel lezen. Maar dat stonden Michael van Praag en consorten niet toe. Nee, en Leo, dus van, Wijk. En Leo van Wijk. Ja, want ja, die deden de communicatie met KPMG. Maar moest hij fysiek ondertekenen of moest hij achter de bevindingen gaan staan? Of wat was het? Dat is zeker. Wat raar. Omdat die commissarissen dan zeker zouden zijn dat zij ook onder de nieuwe algemeen directeur gewoon lekker door konden gaan. Want ja, die was het eigenlijk wel eens met de aanbevelingen. Zonder een rapport gelezen te hebben. En ook de financieel directeur... En bij die commissarissen, maar die zijn inmiddels natuurlijk vertrokken, Eringa en Jan van Halst. Ja, maar goed, uiteindelijk om even terug te gaan naar het interview met Mislintat. Want we komen nog wel over dat KVG-rapport en toekomst te spreken. Maar Mislintat zegt eigenlijk, Mike, dat jij hem hebt geruïneerd. Destroyed your colleague. Ja, ik kan me niet voorstellen. Ik denk niet dat het Kim Kwerfurt van de moderedactie is geweest die Mislintat heeft kapot gemaakt. Dus dan kom je toch bij jou terecht. Ja, maar dat is een aanname, Pim. Oh ja. Nee, ik denk dat die aanname wel klopt. Kijk, het boten er vanaf het begin niet. En dat had één reden. En dat is dat er één krant wel vanaf het eerste moment positief kritisch is geweest. In ieder geval kritisch. Ja, positief dus, weet ik niet. Ja, in het begin heeft hij natuurlijk... We hebben gewoon ook hele leuke interviews met hem gehad. Alleen, ik vind, je moet hem wel kritisch ondervragen, zeker... Als op voorhand alle seinen van alle clubs waar hij heeft gewerkt op rood staan... Ik denk dat Valentijn het kan beamen dat we zoveel info hebben gehad van mensen die zeiden van hoe kan Ajax deze, ja ze zeiden dan het woord idioot, dat zijn hun woorden, deze idioot aanstellen. Ja, en als je nu naar de prestaties kijkt, Ajax heeft 18e gestaan. Het is één grote chaos geworden. En vergeet ook niet, hè, Mislintat is ook verantwoordelijk voor de aanstelling van Maurice Stijn geweest. Want nu roept hij wel van, ja, het ligt overal aan behalve aan de spelers. Hij heeft wel de trainer aangesteld. En ja, dat het een chaos zou worden, dat vermoeden wij in het begin al. En dan ondervraag je misschien iets kritischer. Maar het is natuurlijk wel pijnlijk voor alle andere media, waarvan heel veel mensen behoorlijk onder de indruk waren van Mislintat, dat Jeroen Holtrop en Marius met de eerste quotes terugkwamen. En dat iedereen die Mislintat altijd maar gepleased heeft en geen kritische vraag heeft gesteld, nu kennelijk voor een dichte deur staat bij. Ja, ik denk wel dat er uiteindelijk in meer media ook wel kritische verhalen zijn geweest over de gang van zaken. Maar het is zo dat hier vanuit de Telegraaf dat vrij snel... Dat was pas toen Ajax 18e stond.
Jullie hadden die diamantaugen. Jullie hadden die vooruitziende blik dat het misging met Mislintat. Maar hij zegt wel in dat interview dat het dus niet gaat... dat die spelers het wel degelijk nog kunnen. Hè? Dat er een aantal spelers zijn waarvan hij nog wel verwacht... dat die het ver gaan schoppen. Wie bedoelt hij dan, Mike, denk jij? Nou, ik heb geen idee. En ik vrees het allereerste voor Dortmund. Want als hij dit roept... Ja, kijk, en zijn voordeel is natuurlijk wel... die spelers krijgen normaal gesproken... helemaal niet meer de kans om over 3 of 4 jaar bij Ajax te laten zien dat ze wel goed zijn. Want je hoort van alle nieuwe beleidsbepalers bij Ajax al... dat ze niets liever willen dan die rommel van Mislintat lozen. En het liefst de komende zomer al. Dus ja, die spelers normaal gesproken over 2, 3 of 4 jaar niet meer bij Ajax. En er zal er ongetwijfeld één tussen zitten. Misschien Sosa, misschien Sutalo. Waarvan je over 3 of 4 jaar zegt van... hey, dat was best een aardige speler en die heeft ook nog bij Ajax gezeten. Maar van de 12... is gewoon het overgrote deel een mispeer. Ja, je zou ook natuurlijk kunnen zeggen van het gaat dan over die checks en balances. Als er een goed controlemechanisme was geweest binnen Ajax... dan had hij 34 spelers voor kunnen dragen. Maar dan hadden ze misschien gezegd van oké, nou die Sosa nemen we niet. Daar halen we Tagliafico voor. Maar hij heeft gewoon vrij uit zijn gang kunnen gaan. Dus in dat opzicht heeft hij ook wel weer een beetje gelijk... dat het ook bij de club zit. Ja, daar ben ik het op zich wel mee eens. Een van de... opvallende dingen in het KPMG-rapport vond ik ook dat van de 12 aankopen was er bij 9 geen onderliggend scoutingrapport. Ja, krankzinnig dat in een organisatie als Ajax dan doorgedrukt wordt. En Maurice Stijn had een lijstje, nou, dat kan ik ook nog wel een keer herhalen, maar laat ik niet elke keer in dezelfde herhaling vallen. Maar als die spelers waren gehaald voor 115 miljoen, ja, dan had je misschien wel om de tweede plek meegespeeld en misschien zelfs wel het kampioenschap. Heb je geen scoutingrapport voor nodig? Hij heeft het gewoon heel slecht gedaan. En ja, weet je, dat is wel heel knap van Mislintat. Hij kan iets zeggen en iedereen gelooft hem. Want in dat filmpje zegt hij ook van ja, bij Feyenoord Ajax, ik heb dat gezien, de 6-0. Maar dat waren niet mijn spelers. Mijn spelers werden niet opgesteld. Ja, Valentijn heeft het gisteren even nagekeken. Er stonden 3 in de basis. Mm-hmm. En er vielen er nog 2 in. Dus dat waren er gewoon 5 van de 12. Ja. Ja, we zijn er stil van. Ja, klopt het, Valentijn? Ik zie je even rekenen. Heb je het genoteerd? Ja, Mike zei het gisteren ook 5 van de 12, maar die rekensom... Nou, in ieder geval is Forbes denk ik ingevallen. Tahirovic speelde, Guy speelde. Van de Bomen speelde. Maar goed, die was al vrij vroeg natuurlijk ook gehaald. Ja. Maar goed, ja, die heeft hij ook gehad. Lang verhaal kort, het is niet goed gegaan. In ieder geval Mislintat bij Ajax. Maar goed, uit dat rapport komt dan ook weer niet dat hij strafbare feiten heeft gepleegd. Dus waarschijnlijk is het hoofdstuk Mislintat dan gewoon voorbij. En nu zit Ajax... Sorry dat ik je onderbreek, maar wij hebben het natuurlijk veel in de podcast gehad. Ook veel over het aanstaande rapport dat zou komen. Ja, toen zeiden we al, deze man is gewoon slim genoeg om zich niet eraan te branden dat hij strafrechtelijk over de scheef gaat. Maar hij heeft gewoon spelers gekocht. Kijk, als ik morgen jouw tweedehands autootje voor 500.000 koop, dan zegt iedereen ook van het is niet strafbaar. Maar het is wel knettergek. En wat hij heeft gedaan is natuurlijk gewoon... ja, absurd. Er zijn Tahirovic, andere clubs informeerden, 2,7 miljoen waard. Voor 8,5 gekocht. Ja, nou ja, dan kun je niks strafbaars gedaan hebben. Maar dan heb je de club wel een hele slechte dienst bewezen. Maar wat is er dan met die bedragen gebeurd? In de tweede of derde regel van het rapport staat van dat KPMG geen opsporingsbevoegdheid heeft. Ja, dan ben je gewoon kansloos. Als je dit het onderste steen boven wil hebben... dan moet je opsporingsbevoegdheid hebben. En dat hadden ze niet. Dus ze hadden gewoon die opdracht terug moeten geven. Ja, maar de vraag is natuurlijk... wat is er met die miljoenen gebeurd? Avila is natuurlijk ook voor veel meer gekocht. Overmars deed er meteen een strik omheen... en heeft hem zelf geloof ik naar Amsterdam gereden. Dat gaven ze ook aan. Hè? Hij onderhandelde niet eens met maar wat zou dan het belang... met spelers. Hij gaf gewoon wat ze vroegen. Ja. Maar wat denk jij dat daar het belang dan in zou kunnen zijn? Ik zeg niet dat het gebeurd is, hè? Maar als jouw tweedehands autootje te koop staat voor 5000 euro. Mm-hmm. En ik zeg tegen jou, ik zeg Pim, ik weet wel iemand die er misschien... heeft er totaal geen verstand van, wel 20.000 euro voor geeft. Maar wat hij boven die 5000 euro geeft, dat delen we met z'n tweeën. Kijk, misschien is er achterlangs, en ik zeg misschien, hè, want ik wil hem daar absoluut niet van beschuldigen. Want daar heb ik 0,0 bewijs voor. Maar misschien is er uiteindelijk wel een ordertje bij zijn databureautje geplaatst. Door iemand die daar... Ja, of je koopt de een en dan moet je de ander ook kopen. Het verhaal gaat natuurlijk over Medic. Ja, waarom koop jij een verdediger uit de tweede Bundesliga?
Die heeft misschien een manager die wat geld daarmee kan verdienen, waar jij bevriend mee bent. Ja, het is gewoon heel ondoorzichtig. Maar als je echt goed gaat zoeken en wat Mike zegt, het hoeft niet nu allemaal te gebeuren, maar het kan natuurlijk ook in de toekomst gebeuren. Hè, terugbetalen. Misschien dat hij nu een paar spelers van iemand haalt voor Borussia Dortmund, weet jij het. Dus ja. En zo, dat soort zaken werken meestal. En ja, is het verboden? Is het straf? Is het strafbaar? Ja, dat de ene keer misschien wel en de andere keer niet. Het is een vorm van corruptie, zou je kunnen zeggen. Hè? Zoals het in de vastgoedwereld ook gebeurt met aanbestedingen. Ja. En profiteren van elkaar en zo. Ja, ja. Maar goed, dat is allemaal niet aangetoond. Misschien wordt dat allemaal nog vervolgd. Maar 15 april is er toch een bijeenkomst van de ledenraad, geloof ik, van Ajax ook weer. Dat ik zag iets voorbij komen op internet. Ja, 24, toch? Of 24, oké. Okay. Maar wat is daar de bedoeling van? Ja, dan worden de leden bijgepraat over de kwestie koers. Alleen het is een beetje onduidelijk wat daar precies gaat gebeuren. Ja. Michael van Praag had al geroepen van iedereen die het horen wil, die wil ik uitleg geven. Ik kan me niet voorstellen dat een commissaris daar verschijnt. Omdat je dan toch ook weer een hele rare situatie krijgt. Want de bestuursraad, de leden moeten gewoon, de leden van Ajax, de vereniging Ajax, moet gewoon een eigen beslissing nemen. En dan beslissen of ze het eens zijn met het besluit van de RVC om Kroes te schorsen. En het zou heel gek zijn als Michael van Praag de vereniging een kant op gaat duwen. Hij is natuurlijk ook lid, dus hij kan daar ook naartoe. Maar ik denk dat de vereniging... Het zou misschien natuurlijk wel goed zijn als hij gewoon zijn verhaal vertelt. Kijk, daar is op zich is daar niets mis mee. Alleen hij heeft wel gesteld van ik moet zelf uitgenodigd worden door de bestuursraad. Terwijl hij is lid, dus hij kan gewoon aanschuiven. Maar hij wil dan uitgenodigd worden door de bestuursraad. Nou, of dat nou gebeurd is, dat blijkt niet uit die uitnodiging. Maar ik kan me wel voorstellen wat hij nu ook in Ajax Live heeft gedaan. Dat hij gewoon zich wil verklaren voor het gedrag wat Ajax richting Kroes heeft laten zien. Ja, hij is heel stellig, hè, van Praag in dat interview in Ajax Live, dat hij eigenlijk zegt dat er geen weg terug is voor Kroes. Hij zegt ook dat het allemaal is uitgezocht en dat ja, de AFM dat zou hebben geconcludeerd. Maar volgens mij neemt hij daar niet mee een voorschot op hoe het misschien uiteindelijk wel af zou kunnen lopen, vind jij? Nou, maar hij heeft helemaal niks te maken met het AFM. Vond je dat opmerkelijk ook? Want zoiets las ik dan, dat hij dat wel noemde. Het meest opmerkelijke vond ik het woord ethisch. Dat hij dat durfde te gebruiken. Hè? Bij Ajax en ethisch. Nou, er is helemaal niks ethisch. Er is wel een hele hoop strategie. Komt er aan de oppervlakte. En ja, ethisch. Ajax en ethisch. Ik denk dat die combinatie op dit moment heel ver te zoeken is. Mm. Ja, het is in ieder geval allemaal heel onzeker wat er gaat gebeuren. De hoofdtrainer, hè? Dat heeft alle prioriteit. Dus ik ben benieuwd. Alex Groes die wilde wachten op Erik ten Hag. Die was bereid om daarop te wachten. Maar als ik de verhalen van Praag zo beluister, dan ze gaan weliswaar de koers van Alex Groes volgen. Maar ja, die wilde wachten. En deze technische leiding met Marijn Beuker, Kel van der Lang, commissaris Danny Blind en adviseur Louis van Gaal gaan blijkbaar heel snel toch een trainer aanstellen. Oh ja, ik hoorde zelfs dat Graham Potter toch niet helemaal uit beeld zou zijn. Die naam blijft maar vallen. Ja, nou ja. Ik weet het echt niet, Pim. Kijk, daar wil ik wel wat over zeggen. Kijk, de podcast wordt heel goed beluisterd. En als Marijn Beuker en Kelvin de Lang hier als groentje worden neergezet, dan dringt dat ook door. Kelvin de Lang heeft bij Manchester City wel heel veel deals gesloten, ook voor jeugdspelers. Dus zo groen is hij absoluut niet. En Marijn Beuker heeft bij AZ natuurlijk een tijd gezeten, daarna in Schotland. Maar kijk, echt als zij Henderson aanstellen of aantrekken en vervolgens met Potter komen en met Vivel, waarvan iedereen bij Chelsea zegt dat hij gewoon echt gefaald heeft op alle fronten. Ja, dan zijn je eerste drie namen niet lekker en dan kun je wel het risico lopen dat iedereen je groentje blijft noemen. Dus als dit het niveau is, ik hoop echt dat... Ja, Vivel was natuurlijk ook door Kroes ook naar voren gebracht. Hè? Want die heeft natuurlijk gesprekken met hem gehad. Ze gaan door op de lijn, Kroes. Kijk, ik hoop echt dat Ajax wel even een niveautje hoger zoekt dan deze gasten. Want Potter ook. die wordt in Engeland gewoon neergezet als een one-trick pony. Die heeft het één keer goed gedaan bij één club. Ja, en vervolgens natuurlijk gefaald bij zijn volgende. Ja. Dus ja, ik mag echt hopen dat ze toch op een iets ander niveau zoeken. Nou, hoewel je wel hoort dat Potter dan ook weer in beeld zou zijn bij Man United. Dus blijkbaar heeft hij toch wel iets van kwaliteit in het bouwen van een elftal of zo. Dat ze toch...
Maar of het kan ook een zaakwaarnemer van Potter zijn die dat elke keer zo doet, hè, Valentijn? Zo werkt het dan toch? Zo werkt en dat vind ik het gekke. Potter roept zelf dat hij naar Ajax wil. Dat heeft Marcel van der Kraan weken geleden in de podcast geroepen. Dat hij zichzelf nog net niet had aangemeld, maar dat hij wel open stond voor Ajax. En dat hij dat ook heeft aangegeven. Vervolgens komt er opeens op Sky van Potter gaat niet naar Ajax. Nee, hij was ook niet de eerste kandidaat. Dus hij is wel heel erg goed, of zijn management is wel heel erg goed in het laten vallen van zijn naam. Ja, ja. Gaat het nog Valentijn of niet? Ja, net aan. Ja? Ben je aan het wegdutten? Het is warm, ja. Oh, laten we dan maar naar de stellingen gaan in ieder geval. Manchester City. Ja, dan kan ik weer naar binnen. Ben ik blij mee. Ja, ga je naar binnen? Kan. Doe even mee aan de stellingen nog in ieder geval. Hè. Manchester City wint... Het was net een beetje ongemakkelijk, want er kwam even de volgende roustoet voorbij. Dus toen zat ik even vol te kakelen voor de podcast. Dan, kort verhaal lang te maken. Misschien zijn het ook al fans van de podcast, je weet het niet. Ja. Misschien dragen ze eigenlijk zo te graven. Oh god. We moeten hier maar naar uitkijken. Manchester City wint de Champions League. Eens. Oneens. Heerenveen, prachtige club voor Van Persie. Eens. Eens. Timo Welleroyter gaat naar PSV. Oneens. Eens. Bakayoko moet hoger inzetten dan Borussia Dortmund. Eens. Eens. Koop Meiners, ideale aanvallende middenvelder voor het Nederlands elftal op het EK. Opstellen achter de spitsen. Oneens. Eens. Ja? En als ik geblesseerd raak, ga ik ook in het buitenland revalideren. Eens. Ik heb genoeg dagen, eens. Ja, want ik weet niet of je daar wat over wil zeggen, Mike. Maar het ging erover dat Hartman zit in Dubai, zag ik voorbij komen. Henderson zit Hartman kan nog niet revalideren. Nee, die is nu dan, wat is hij dan nu aan het doen? Die moet je afwachten hoe dat verder loopt met die blessure. Dan na een verloop van tijd kan je... Henderson zit in Engeland, begreep ik, uit de persconferentie met Van Schip. Ja, die komt maandag terug. Ja, maar er was een Malatia is ook filmpje dat Hartman wel al aan het revalideren was. Hoor. Dat hij in de sportschool al bezig was. Ja, ik zag hem ergens achteraan lopen of zo. Ja, maar dat is op krachten komen. Maar hij moet natuurlijk eerst geopereerd worden. En dan ga je pas aan je echte revalidatie. Dus gewoon op krachten komen. Zodat je die operatie een beetje goed doorstaat. Maar hoor je dit nu of niet? Er wordt weer een kist voorbij gegeven. Dit wordt wel een hele lugubere podcast op deze manier. Maar goed, Maar ik zei nog... vind je dat... dat was in Dubai, dankjewel, Hein. Maar prima toch, denk ik, of niet? Vind je dat je in je eigen land moet... of in het land waar je... Goed behandeld wordt, daar gaat het om. Alleen nu ontstaat er in het geval van Malatia... was er natuurlijk oneenigheid tussen Manchester United... En de behandelende artsen in Nederland... of de fysiotherapeuten van Malatia. Ja. Ja, en dat is nu teruggedraaid. Dus nu mag hij nog steeds in Nederland behandeld worden... maar wel hebben de mensen in Manchester het laatste woord. Gaat wel lekker met die blessures in Manchester. Hè? Hoe heet het? Die Evans is weer geblesseerd. Die Varane is geblesseerd. Martinez is geblesseerd. Malatia is geblesseerd. Shaw was volgens mij geblesseerd. Dan weet je dat me dat helemaal totaal niet interesseert. Nee, dan gaan we ook weer door. Noem het even tussendoor. Alleen maar omdat jij voor Manchester United bent. Iedere week naar die wedstrijden zit te kijken. Die zwakke wedstrijden. Nou, Mike, dankjewel. Zou ik nog één dingetje zeggen? Ja, heel graag. Aansluitend op de stellingen. Ja, als Dortmund wel erin slaagt om Bakayoko aan te trekken, dan zou het nieuw zijn. Dan denk ik dat Mislint dat een goede speler heeft aangetrokken. Ja, heel mooi, ja. Mike, dankjewel. Succes daar en gecondoleerd nog namens ons. Hè? Dankjewel. En, ik zeg even tegen de luisteraars... kan ik zelf ook. Ja, volgende week ben ik er niet. Dus, zondag ook bij Ajax Twente niet. Dat heeft niet met het overlijden van mijn oom te maken... maar gewoon een beetje kans. Oké. Nou, Mike, dankjewel. In ieder geval... Dat was Mike. Ja. Zou jij rondom een uitvaart nog in de podcast verschijnen? Nee. Nee. Maar het is wel, het siert hem ook alweer dat hij zoveel hart voor de zaak heeft in elk geval. En, bevlogen. Ja. Anders, zwaar bevlogen. Ja. 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 Dus. Ja. Ja. Even dat racismepuntje nog, hè? Want Derksen die had natuurlijk over die haptemoede hoop gezegd dat het geen Fries kon zijn. Ben je het eigenlijk mee eens? Dat geen Fries? Nee, het is een Fries. Oké. Voor mij is het een Fries. Ja, voor jou is het een Fries. Ja. Maar was er heel veel over te doen. En jij bent het kijkcijfer. Ik zei het tegen mijn zoon. En die zegt van, ik ben een Westlander. Ja. Ik zeg, nee, je bent een Rotterdammer. Nee, hij zegt, ik ben een Westlander. Ik zeg, je bent geboren in Rotterdam. Ja. Ja, hij zegt, twee dagen later ben ik hierheen verhuisd.
Dus ik ben een Westlander. Ja, oké. Okay. Nou, dus dit een beetje hetzelfde verhaal. Ja, precies. Nou, hij is dan geadopteerd hè, en op, in Friesland opgegroeid. Maar jij bent natuurlijk het miljoenenkanon van VI. Dus het is ook wel belangrijk. Jij, je... hoe gaat het met jullie kijkcijfers? Van 1 naar 2, we gaan naar 10 uur. Ja? Ja, ja, maar dat nog later niet. Thuis. Vroeger wel kijkcijfers. Het gaat hartstikke goed. Marktaandeeltjes goed. Loopt hartstikke lekker. Ja. Maar, praat er maar overheen. Nee, ik heb niks wat dat betreft. Kan ik gewoon. Maar als het om 10 uur is, het om 10 uur is dat vanwege. Omdat dat een betere tijd is? Of vanwege de grote. Belangstelling voor het programma. Nee, wat ze doen is. Maar goed, dat is allemaal heel. Dat is allemaal, ik wil het graag weer over voetbal hebben. Maar wat ze doen is. Ja, jij begint over. Nee, maar ze maken de programmering langer. Van 8:30 tot 10:00, omdat ze dan minder programma's hebben. Van 8:30 tot 10:00? Ja, dat is dan met Thijs Zeeman en dat soort dingen. Doet RTL 4 ook. En dan ben je om 10:00. Sta je inderdaad niet hard op VI in het begin. Hè, want dat is ook om 9:30. Dus misschien dat er nog meer mensen gaan kijken. Maar Derksen werd natuurlijk heel erg aangesproken. Hè, op het feit dat hij zei dat hij de hoop geen vrienden. Was. Vroeg me eigenlijk af wat jij vond van die uitspraak. Ja, een beetje flauwekul. Geen racisme? Nee, tuurlijk niet. Nee? Nee, tuurlijk geen racistische niet. Uitspraak? Nou, het kan misschien een racistische uitspraak zijn voor sommigen, maar het is geen racisme, nee. Oké. Hij heeft het niet met het oogmerk van racisme verteld. Nee. Nee. Wat wel vaak zo is, als je iets niet zo onbedoeld bedoelt, kan het nog steeds wel zo zijn. Ja. Nou ja, en dan trap je wel op heel veel tere zieltjes als je af en toe wat zegt, ja. Ja. Dus ja. Je bent wel goed afgericht. He? De echte VI-gang. Nee, dat is toch zo. Dat, ik hoorde dat Lilian Marijnissen dat zei. Ja. Nou, daar kan je nergens meer wat over zeggen. Maar als je een racistische opmerking maakt, hoef je nog geen racist te zijn. Toch? Nee. Dus dat was het. En zeker als het onbedoeld is en zo. En je kan er niet eens bij stilgestaan hebben. Nee, maar het was een racistische uitspraak, maar we hoeven er niet te zwaar aan te tillen. En het programma gaat gewoon. Nee, ik vond de reactie van die jongen geweldig. En die maakte zichzelf ook niet zoveel. Ontzettend goede gozer trouwens. Ja, ontzettend goede gozer. En die is nu in één keer op de kaart gezet. Door Derksen. Helemaal niemand kende die jongen. En nu kent iedereen hem. Was op een goed talentvol Kamerlid. Ja, in elk geval. Ik zit net 2 weken in de Kamer. Nee, en zat al een talentvol Kamerlid. Wel iets langer. Hey, maar Bijlo die keer terug in de wedstrijdselectie van Feyenoord. Ja. Wellerhoyte doet het goed. Ja. PSV schijnt interesse te hebben. Ja. Ja, nou ja, ik zou hem direct op de bank zetten. Wellerhoyte. Ja? Ja. In principe heeft... onze vriend Slot altijd gezegd dat Bijlo zijn eerste keeper is. En dat heeft hij vorig jaar ook laten zien. Op het moment dat hij fit is, staat hij altijd onder de lat. Alleen nu heb je als bijkomstig probleem tussen aanhalingstekens. Want het is mooi dat je 2 goede keepers hebt. De bekerfinale. En die jongen heeft zoveel gekiept. Dus ik kan me voorstellen dat hij het rekt tot de bekerfinale. Of tot en met de bekerfinale van Wellerhoyter. En dat Bijlo daarna in het elftal komt. Maar we hebben gezien... hoe heette die Heijn? Ovio Marciano. Die kiepte heel lang voor de finale van de Conference League. Ja. En toen was de Conference League finale. En toen stond gewoon Bijlo onder de lat. En, ja, en die jongen heeft het ook niet zo slecht gedaan. Ja, want met hem hebben ze gewoon de finale van de Conference League gehaald toen de tijd. Maar Wellerhoyte vind ik een mindere keeper dan Bijlo. Ja. En dat vond alles en iedereen beveiligend, want daarom stond Bijlo altijd onder de lat. Nou, ik keep dus die finale van de beker, Wellerhoyte. Maar PSV zit met Benitez, heeft natuurlijk voor het Argentijnse elftal zijn debuut gemaakt. Ja, wie vind jij dan beter, Wellerhoyte of Benitez, als je daar dan uit moet gaan? Ja, Benitez. Omdat Wellerhoyte nooit heel lang eerste keeper of... hou me dan vast aan Jan Boskamp, die wel verstand van voetbal heeft. En die heeft hem bij Anderlecht meegemaakt. En dat ging in het begin goed. En op een gegeven moment werd het gewoon te zwaar voor hem. Ja. Eerste keeper van Anderlecht. En nu kan die alleen maar goed doen, Wellerhoyte. Dus ja, er staat veel minder druk op. Want hij weet toch ook van, als Bijlo terugkomt, dan ga ik weer naar de bank. Ja, dus dan kan je veel meer vrij uitkiepen. Slot zei ook nog over Van Persie op de persconferentie... dat iemand is waarvoor die altijd een plekje reserveert... in de technische staf van Feyenoord. Ja. Heerenveen is natuurlijk wel een club... Van Basten is er ook coach geweest. Dus wel een veilige, lekkere club. Ja, dat wel. En in principe is het ook wel zou het wel goed zijn om ergens anders ook te kijken. Dat was ook de kritiek op John Heitinga. Die had ook beter eerst een club kunnen doen. En dan...
kan je misschien later doorstromen. Maar misschien ziet Van Persie een hele andere route voor zich. En wil hij misschien wel op termijn hoofdtrainer van Feyenoord worden. Maar misschien pas over 5 of 6 jaar. En wil hij ergens anders nog in de keuken kijken. Nou, als dat nu bij Heerenveen kan, is prima. Misschien wil hij ook het traject wat hij nu bij Jong Feyenoord volgde nog verder volgen en nog een jaar doen. Ik ken zijn afwegingen niet exact, maar Heerenveen op zich is een redelijk veilige keus. Ja, maar zijn Stijn of Van Persie een betere keuze, denk jij, voor Heerenveen? Wie? Stijn, voor Stijn Heerenveen? Of Van Persie? Ja, want Stijn hebben ze ook mee gesproken. Lijkt een soort open sollicitatie. Ja, maar er zijn toch meer mensen met wie ze gesproken hebben, volgens mij. Dus Ferry de Haan, de algemeen directeur, die kent Van Persie goed. Heeft hij volgens mij ook nog mee gespeeld bij Feyenoord. Ja. Dus die zal hem gewoon gevraagd hebben van wat hij ervan zelf van vindt. Maar ja, wie is er beter? Ja. Ik zou Stijn nemen, zijn ervaren trainer. En dan weet je wat je krijgt of wat je niet krijgt. Moet je alleen met een goede selectie opschepen dan, dat helpt dan. Ja, maar dat geldt voor iedere trainer, joh. Het is wel interessant om te kijken naar die lichting van oud-succesvolle internationals. Je hebt dan Van Persie, nou, die staat nog helemaal aan het begin. Kuyt is net gepromoveerd, hè? Die heeft volgens mij, die blijft volgens mij daar wel, dacht ik. Ja, dat is wel de bedoeling. Ja. Maar wie vind jij van die lichting? Ja, of is dat nog heel moeilijk in te schatten? Ja, het is zo moeilijk in te schatten. Jij kan Kuyt en Van Persie, noem er nog even 5. Heitinga. Ja, het is gewoon grappig als je ook kijkt. Sneijder is natuurlijk weer op een hele andere podium. Maar het zijn wel allemaal... Ik denk dat ik heb Van Persie een paar keer meegemaakt met persconferenties en bij wedstrijden. En als je ziet hoe hij zijn ploeg wil laten spelen en dat wat hem ook vaak lukt en zo, dan denk ik dat die op dit moment het verst is. En Dirk Kuyt, die heeft bij ADO heel slecht gedaan. En die is ingestapt bij Beerschot, wat bovenaan stond. En die heeft hij bovenaan gehouden. Maar die stonden natuurlijk niet voor niets in december of januari al bovenaan. Dus... Ja, ik denk dat op dit moment van die hele groep... en ik denk dat je bedoelt die groep die tweede is geworden op het WK... Ja, dat Van Persie daar bovenuit steekt. Ja. Zullen we James Last nog eens even laten horen als we naar het buitenlands voetbal gaan? Hoe vind je het zo met z'n tweeën? Geweldig. Ja, fantastisch, hè? Het gaat jij begon toen ik net terugkwam uit de arena... en daar had je het over de energie... die van het schip brengt. Nou, en die brengen wij nu ook zeker. Nou, ik doe mijn best. Ik doe mijn best. Dus ik gooi James Lasser ben. Ik hoop dat Dus als het niet lukt, dan is het toch jouw schuld. Ja, precies. Dus het is uiteindelijk mijn verantwoordelijkheid. Een prachtig weekje, hè? Geweldige week, Pim. Echt, ja, als je dat voetbal ziet van de Champions League. Ja, jongens, daar sta je voor op. Nee, maar op, dat is 3-3, toch echt zo? 2-2, 2-2, 1-2, 2-1. Ja, nee, echt, ja... Ander level. Nou, lichter dan is iets uit. Wat ik eruit wil lichten, als je die goals ziet bij Real Madrid tegen Manchester City. Ja, geweldig. Phil Foden die uithaalt. Die hele korte beweging en die aanname. En zoals Vinicius die bal voorgeeft op Valverde, die hem in één keer op zijn slof neemt. Ja, nee, dit is gewoon... Via Peter Luister of naar Valentin Riesen. Kom er even bij zitten, hij. Jij durft je vingers hier niet aan te branden. Nee, maar ze geweldig. En iedereen roept van eerste wedstrijdjes in kwartfinales aftasten. Maar dat doen deze clubs niet meer. Nee. Die gaan vol. En ik ga ook vol voor. Ja, ik merk het. Nou ja, ze is heel veel gescoord in elk geval. In die eerste wedstrijden van de kwartfinales. Zo, maar wat een open deur. En dan moet ik dan enthousiast zijn. Ik zag zo'n staartje van de Champions League voorbij komen. Waarin ze iets zeiden van hoezo saai. Weet je? Ja. Omdat natuurlijk ook van die baggerwedstrijden hebben gehad in het verleden. Ja. Maar wat natuurlijk ook een mooie pot was Liverpool-Atalanta. Ja. En dat is wel interessant om te kijken welke spelers richting het EK zich manifesteren. Nou, eentje die kan EK nu al op zijn buik schrijven. Ergens in deze podcast. Ik zal even een monoloog. Eentje kan de EK op zijn buik schrijven. Dat is Martin Gravenberg. Gravenberg, die kan hem op zijn buik schrijven. Die zat op de bank. Die hebben een goede keuze gemaakt met Liverpool. Ja. Niks beters dan bij Bayern München. Onze grote vriend Virgil van Dijk, die stond erbij en die keek ernaar. Dus ik hoop dat hij op het EK veel beter voor de dag komt dan gisteren. En hij is ook verantwoordelijk voor de organisatie van de verdediging, ook als aanvoerder.
Niets van gezien. Cody Gakpo bij vlagen één of twee goede acties. Maar ook geen EK-niveau. Las ik in onze eigen kranten. Hè, flitsende actie in het begin van de eerste helft. Eén actietje. Ja, dat was het. En wat dat betreft zijn we hetzelfde als Belgische kranten. Franse kranten, Italiaanse kranten, Engelse kranten. Ja. Duitse kranten. We vinden onze spelers allemaal geweldig. Ik las ergens Sublime Frenkie de Jong. Nou, ik heb het niet gezien. Maar waarschijnlijk heb ik verkeerd zitten kijken. Of hij was in de gedaante van P3 stond hij op het veld. Uitgekapt bij die tegengoal in ieder geval. Hij werd al uitgekapt bij die tegengoal. Dus dan zie je P3 invallen en dan zie je echt een geweldige bal geven. Mm. En dan komen ze heel zwaar onder druk te staan, Barcelona. En hij met een geweldige actie speelt hij zich vrij onder de druk uit. En Barcelona kan verder voetballen en wint met 2-3 bij Paris Saint-Germain. Moet ik nog meer vertellen? Nou, Koopmijnen, ik weet al wat je gaat zeggen. Ja, als hij echt een topper is, dan maakt hij die goals. Dan maakt hij de goals, maar hij maakt sowieso wel aardig wat goals bij Atalanta. Ja. Maar dat is in Serie A, dus niet op het hoogste niveau. Nee? Nee, Serie A is geen Premier League, toch? Ah, goed. Hij speelde echt heel goed. Ja, maar hij laat het nu wel zien op Anfield. Atalanta speelde geweldig. Ook Martin de Roon die speelde goed. Maar in een verdedigende positie, hè? Dus dat is ook nog wel interessant. Martin de Roon stond er wat wou je Roon in aanvallende positie zetten? Hij staat iets verder naar het middenveld. Moet ik hier nou die podcast een beetje aan maken? Hij staat iets verder naar het middenveld bij het Nederlands elftal, had ik het idee. Daar staat hij echt op middenveld. En hier staat hij een beetje met zijn reet tegen de verdediger. Ja, dat bedoel ik. Dat is ook wel weer wat makkelijker natuurlijk. Ja. Dus nee, die speelde echt wel... En die speelde verticaal voetbal, hè. Werd dat genoemd. En dat vond ik ook wel, ja. Moet ik even denken. Verticaal voetbal. Ja, dat is gewoon recht vooruit. Zo snel mogelijk naar de goal. En daar moet ik eerlijk zeggen, Koopmijners ziet daar wel heel vaak de oplossing. Dus recht vooruit, niet naar de zijkanten. Nee, niet een beetje opportunistisch voetbal. Maar gewoon wel in de passing gewoon. Ja. Nee, oké. Okay, maar Koopmijners die laten het in Nederland zelf dan natuurlijk niet tot weinig. Wat een energie, hè? Stralen we uit, toch? Nou, ja, je draait. Nou, ja. Laten we dan nog even dan ga ik nog een paar dingetjes bespreken. Dan gaan we rustig naar een afronding rustig toe. Want dit is wel heel hard werken. Dus hard werken, ik doe alles. Het eten en drinken in de Kuip. Hoe is dat? Ja, dat is wel eens beter geweest. Ja, nou, ik hoor kritiek doorcijpelen in de Dik voor Mekaar podcast. Ja. Ging het over het feit dat jij had geklaagd. Ja, over een ingewikkelde soep. Ja, moeilijke soep. En dan moet je allemaal zelf spullen ingooien. Satu soep? Sake soep of weet ik het. Een of andere moeilijke Japanse soep. Soto. Ja, Soto. Is gewoon waar water met een beetje groente erin gegooid, volgens mij. Nee, ja, wat mij betreft, als je dan soep serveert, serveer dan gewoon tomatensoep. Ja. Met ballen. Ja, maar de catering is wat excessiever geworden. Ah ja, voorheen was leeg. Zo, legendarische Bruggers kroket. En ook niet meer, niet meer te krijgen daar. Dat is doodzonde. En fijn dat ze volksclub, moet een volksclub blijven. Ik ben een volksjongen en ik moet een volksjongen blijven. Nee, dus dat snap ik. Tomatensoep met een broodje kroket. Ja. Nee, joh, Feyenoord moet lekker serveren wat ze zelf willen. Maakt mij niet uit. Peter Bos leeft mee met Vitesse. Dat is natuurlijk oud icoon van Vitesse ook kan me voorstellen of het helpt, vraag ik me af. Maar volgende week dan zal de licentiecommissie van de KNVB duidelijk maken of ze punten in mindering krijgen, mm-hmm. Vitesse. Maar dat ziet er wel naar uit. Ook al omdat de andere clubs in de Eredivisie hebben gezegd van gelijke monniken, gelijke kappen. Op het moment dat je je niet aan de licentieregels houdt, dan hoor je punten aftrek te krijgen of een boete of wat dan ook. Ja, en daar hoort een licentiecommissie zich wel naar te gedragen. Want het zou natuurlijk te zot voor woorden zijn als Vitesse erin blijft, omdat zij geen punten aftrek krijgen, terwijl ze overal nalatig zijn geweest. Ja. Gomez keert nog terug tussen de palen in de rust van de wedstrijd van PSV. Ik zag gisteren iemand terugkeren in de rust van de wedstrijd. En dat was best wel indrukwekkend in een vol Stadio de Luz. Een van de mooiste stadions van Europa, van Benfica. Daar kwam Sven Goran Eriksen. Oh ja. Het veld op. En normaal gesproken zie je ook in Portugal iedereen in de rust verdwijnen. En nu bleef iedereen. En er was dan een erehaag gevormd door oudspelers en supporters van Benfica. Ja, en die man genoot ervan. Want die is natuurlijk aan zijn laatste rit bezig. Uitbehandeld, hè, volgens mij. Ja, dat is wel mooi hoe hij dat ook bij Liverpool ook mocht. Hij dat Liverpool coachen. Dus je krijgt een heel mooie eerbetoon vanuit het voetbal. Ja, we kunnen er zo nog wel even doorheen lopen. Maar ik denk dat we er wel redelijk
redelijk doorheen zijn. Zeeland. Gomez was wel andere klasse dan Benitez, hè, bij PSV. Ja, dat was een topkeeper. Ja, dat was absoluut. Rayo Gomez. Die heeft voor PSV en kampioen gemaakt en ervoor gezorgd dat ze in de halve finale van de Champions League hebben gestaan. En zonder Gomez en met een keeper van het niveau Benitez had dat absoluut niet gelukt. Ja. Ja, nog even terug naar Ajax, want jij was bij die persconferentie met Van het Schip. Er werd op een gegeven moment ook de vraag gesteld van, is het dan niet een idee om op te stappen eigenlijk? Je leest ook in andere media, moet ik zeggen. Zeg Mike weer, die is er niet bij, je hebt in het AD gelezen. Volgens mij was dat ook zo. Over die beetje de situatie nu bij de technische staf. Dat er toch, ik geloof dat Richard Witsch willen ze afstand van nemen. Dat is toch inherent aan op het moment dat je een andere hoofdtrainer haalt. Dan gaat bijna iedereen weg. Ja, dat is een fait accompli of zoiets dergelijks noemen ze dat. Er is er ook eentje die het nog niet gehoord heeft of die kan blijven, ja of nee, Saïd Bakati. Maar de rest gaat weg. Ja, dat hoort er nou eenmaal bij. En een nieuwe trainer wil vaak één of twee assistenten meenemen. En dat is Van het Schip ook gegund. Hè? Die Valkanis is met Van het Schip gekomen. Dus ja, daar lig ik niet zo wakker van. Van die vaststelling, ja. Oké. Dan zijn we er denk ik wel doorheen. Ik vind, ergens heeft het ook al wat dat je gewoon lekker al die clichés uitbraakt. In die clichés uitbraakt. Zijn we er ook gewoon meteen weer doorheen. Ja. Gelukkig dan. Oké. Tot maandag. Ja. Zijn met Mike weer? Of zonder Mike? Ik heb eigenlijk niet gehoord. Nee, volgens mij is hij er niet bij. Dus regel jij Marcel of regel ik Marcel. Was er wel bij, toch? Niet? Nee. Maandag niet? Nee. Oké. Ik zeg dank voor het luisteren en tot de volgende keer. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.